Karendame, de grote première van Milo. Wat is Milo precies? Een telenovelle. Een nieuwe telenovelle met Camille Domt in de hoofdrol. En het wordt heel tof. Het wordt heel, heel, heel tof, denk ik. Omdat het heel herkenbaar is. Heel veel leuke, verschillende personages. Kleurrijke dingen allemaal. En ja, het is gewoon leuk. En mijn rol is ook heel leuk. Groot? Nee, helemaal niet groot. Nee, dat hoefde ook niet. Maar wel leuk. Zo wat een beetje bitchy. Heel erg out of my comfort zone. Totaal niet iets dat ik gewoon ben. Dus het was een hele uitdaging. Ook heel moeilijk. Maar het is heel leuk om te doen. Ja. Wie is jouw personage precies? Mijn personage is Maud. En dat is de mama van een tweeling die bij Camille in de klas zit. Of op school zit. En Maud is een beetje een momager, zeg je dat zo? Ja. Die over lijken gaat om ervoor te zorgen dat haar dochters kunnen schitteren. Want ze heeft zelf vroeger ook een zangcarrière gehad, maar dat was van korte duur en dat is ook voorbij nu. Dus zij wil nu een beetje dat haar dochters haar droom verwezenlijken. Ik zie het nu al niet goed komen. dat zullen we te kijken. Mijn ervaring leert mij dat als ouders zich met de carrière van een kind gaan bemoeien, dat die carrière meestal over en uit is. Dat is zo. We zullen zien of dat bij Maud ook zo is. Die heeft wel heel veel geld. Dus die heeft heel veel over voor haar kind. Nu, iedereen heeft veel over voor zijn kind. Maar als je dan nog eens heel veel geld hebt en je kunt daarmee gooien. Is dat nu een rol op jouw lijf geschreven, Karen? Het zou heel erg zijn als dat op mijn lijf geschreven was, want er is in niets lijk ik op Maud. Maar het is wel heel leuk om te doen. Dus op dat vlak is het misschien wel op mijn lijf geschreven. Jouw personage Maud, gaat die voor heel wat controverses zorgen in de reeks? Ja, ik denk wel dat Maud degene is die zo hier en daar een bommetje dropt. Ja. Ja. Alleen in de reeks of ook op de sociale media, denk je? Dat is een goede vraag. Blijkbaar is er op TikTok nu dat filmpje aan het rondgaan van Maud die zegt dat Camille de star quality heeft van een dooi schildpad. En dat zorgt wel voor oproer, zeg je dat zo? Ja. Denk je daar iets van aan? Nee, ik wist dat ook helemaal niet. Eens kijk wat mij dat vertellen. Die zeggen echt, er zijn mensen die zeggen, amai, wat een bitch. Hij zei, zien jullie dan het verschil niet tussen fictie en realiteit? Ik denk het wel, maar dat is gewoon een teken dat ik het goed doe. Toch? Ik zie dat als een compliment. Was het voor jou makkelijk combineerbaar, die rol in de telenovelle en familie? Ja, ik heb een heel goed management. Mm-hmm, die ervoor zorgen dat ik echt wel... dat ik mijn eigen niet voorbij loop. Die hebben alles keigoed onder controle, waardoor ik jezelf ook. Dus dat is heel comfortabel. Dat voelt heel, heel, heel goed.